Heel goedemorgen, welkom bij deze update van BNP Paribas. Ook in de VS gingen de meeste pijlen weer omhoog en was de stemming goed met een plus van 1,5% voor de S&P 500 en ruim 2% voor de Nasdaq. De opmars van de rente werd even onderbroken en dat gaf meteen de groeifondsen weer een boost. Vanmiddag zijn alle ogen gericht op de inflatiecijfers en steunaanvragen. Na beurs trof Disney de verwachtingen met dank aan de groei van abonnees bij Disney+. Het aandeel trok 8% aan en Uber zag de omzet met 83% aantrekken dankzij een sterke groei bij zowel ritten als maaltijdbezorging. Een plus van 6,4% was de beloning. En in Azië kwamen de indices niet echt in beweging. De centrale bank van India liet de rente ongewijzigd. De futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een iets hogere opening. De inflatie in Nederland is inmiddels opgelopen naar 6,4%. En vanmorgen bizar veel cijfers, maar we maken een kleine selectie. ArsloMittal zag de winst met uh, 5 miljard over Q4 fors aantrekken ten opzichte van 2020. Maar in Q3 was dit nog 6,1 miljard. Netto bleef daar 4 miljard van over. En over het hele jaar bedroeg de operationele winst 19,4 miljard. Er komt een inkoopprogramma ter waarde van 1 miljard dollar en het dividend gaat naar 38 eurocent. Men ziet een groei van 2,5 tot 3% in de vraag naar staal. Een unilever boekte net een winst van 6 miljard over 2021 op een omzet van ruim 52 miljard. Men wilde van voor 3 miljard eigen aandelen inkopen en het dividend gaat omhoog, naar net geen 43 eurocent. cent. En konden hoge verwachtingen niet waarmaken met een kwartaalwinst van 16 miljoen, waar analisten uitgingen van 21. Over heel 2021 was dat overigens 115 miljoen, tegen een jaar eerder nog 464. Men stelt desondanks een dividend voor van 1,35 per aandeel. Een SBMO ziet het ordeboek uitpuilen, maar, verslaat, maar nipt de reeds verlaagde eigen verwachtingen. De netto winst verdrievoudigde tot 121 miljoen en het dividend gaat wel fors omhoog naar 1 dollar. En Uniebou zag de huurinkomsten met 3,7% afnemen, met name door de kantoren. Bij de v divisie voor evenementen keerde de omzet juist weer terug. Voor 2022 is men positiever en verwacht een winstperaandeel van rond de 8,30 euro. En relax verslaat, verslaat nipt de verwachtingen en gaat voor 500 miljoen aandelen inkopen. Ook hier gaat de dividend iets omhoog. Op de agenda vandaag OPEC Maandrapport. Belangrijk inflatiecijfers en steunaanvragen uit de VS. Bij de analisten zet RBC Unilever op verkopen, koersstoel 40,30 euro. Goldman zet Adjen op kopen, koersstoel 2900. En Goldman zet Axonobel op kopen, koersstoel 132. En JP Morgan zet Just Eat op kopen met een koersstoel van 60 euro. En morgen is er weer een Markets Update van BNP Paribas.